Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van omroep drimmelen. Iedere week brengen we u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. De politie waarschuwt opnieuw voor oplichters die zich voordoen als agenten. Zij benaderen mensen om te vragen naar geld, sieraden en andere waardevolle spullen in uw huis. Deze nepagenten gebruiken verschillende smoesjes om hun slachtoffers te misleiden. De echte politie doet dit nooit. De politie zal je nooit bellen om te vragen naar je waardevolle spullen. Ze zullen nooit om je bankpas of pincode vragen en ook zal de politie nooit aan de deur komen om je waardevolle spullen op te halen. Wat je moet doen als je zo'n telefoontje krijgt of als er iemand aan de deur komt? Hang meteen je telefoon op of doe de deur meteen dicht. Bel 0900 8844 om dit te melden aan de politie en doe dat meteen. Geef nooit je pincode of informatie over waardevolle spullen aan iemand die je niet kent. En waarschuw je familie, vrienden en buren voor dit soort oplichters. Reserveer alvast een plekje in je agenda. Op vrijdag 4 oktober organiseren lokale vrijwilligersorganisaties de netwerkbijeenkomst Halen en Brengen. Tijdens deze bijeenkomst draait het om ontmoeten, verbinden en samenwerken voor en door vrijwilligersorganisaties uit de omgeving gemeente Drummelen. Halen en Brengen biedt een mooie gelegenheid om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Of je nu op zoek bent naar nieuwe samenwerkingen, kennis op wilt doen. of simpelweg wilt netwerken. deze bijeenkomst kan bieden wat je nodig hebt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het VIP. Halen en brengen. uitwisselen en samenwerken. dynamisch en vernieuwend. Ik ben erbij. Nieuwe ideeën. Ik. Jij. Wij. Ik ben erbij. Inspireren en ontmoeten. Nieuwsgierig. Ik ben erbij. Nieuwe mensen. Van, voor en met elkaar. Omdat we elkaar nodig hebben. Ik ben erbij. 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 Jij toch zeker ook? Door de vele regenval van de afgelopen tijd is de spinazieoogst bij veel telers mislukt. Er ligt nu in heel veel winkels geen versie spinazie in de schappen. En het probleem zit hem nu vooral bij spinazie, omdat dat een kwetsbaar product is. De overlast is best regionaal. Er zijn een aantal telers die wel kunnen zaaien, vertelt een woordvoerder van Groente Fruithuis. Spinagietelers die minder last hebben gehad van de vele regenval, kunnen wellicht binnenkort beginnen met oogsten. Dan zullen de schappen in de supermarkt misschien wel weer wat beter gevuld kunnen zijn. En na spinagie worden er ook andere groenten in Nederland verbouwd. Of deze groenten ook minder verkrijgbaar worden door de vele regen, is volgens de woordvoerder van Groente-Fruithuis niet goed te voorspellen. Gelukkig zijn er ook lekkere alternatieven. Snijbonen, doperwten en sperziebonen kunnen, als je ervan houdt, goede vervangers voor spinazie zijn. De gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout krijgen 50 miljoen euro van het Rijk om de gevolgen van op zee opgewekte windenergie voor inwoners op te vangen. De vier gemeenten hebben daartoe op 21 juni een overeenkomst getekend met het Rijk en de provincie die de regeling namens het landsbestuur begeleidt. De, de gedeputeerde Bas Maas en de vertegenwoordiger van het Rijk, wethouder Jurgen Vissers van de gemeente Drummelen, Tommy Mertens van Geertruidenberg, Guus Beenhakker uit Oosterhout en Danny Dingemans van Moedijk, tekenden een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd. Om de klimaatdoelen van dit deel van West-Brabant te halen, is een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. In de huidige plannen voor de periode 2031-2033 wordt uitgegaan van de bouw van een nieuw hoogspanningsstation voor elektriciteit in Moerdijk met een omvang van zeker 20 hectare. Ook als de stroomkabels met windenergie in Geertruidenberg aan, aan land zou komen, is een uitbreiding nodig voor de verduurzaming van de industrie in het havengebied. Het bestaande station in Geertruidenberg moet al in 2027 met 10 hectare worden uitgebreid. Het is belangrijk dat iedereen vrij, plezierig en in een veilige omgeving kan sporten zonder grensoverschrijdend gedrag. En dat begint bij een goede basis. De basis sociale veiligheid noemen we de vier V's. Clubs die aan de vier V's voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving. De vier V's bieden handvatten waar verenigingen concreet mee aan de slag kunnen. Ze zorgen voor een basis waar alle sportclubs aan zouden moeten voldoen. Hiermee wordt onnodig risico uitgesloten. En wordt gezorgd voor belangrijke randvoorwaarden rondom de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om deze gedragscodes helder en goed te communiceren. Sportclubs kunnen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een gratis verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Door als club gebruik te maken van deze regeling, voorkom je mogelijk risico voor sporters en andere betrokkenen bij de club. Het aantal COVID-besmettingen loopt weer iets op evenals het aantal patiënten dat hiermee in het ziekenhuis belandt. Het zijn geen alarmerende aantallen, maar het is wel goed om je te realiseren dat een verkoudheid kan betekenen dat je corona hebt. Zo geeft Chantal Grovers, infectioloog van het ziekenhuis aan. Ze wil echter geen alarm slaan omdat er in de ziekenhuizen geen problemen zijn en deze ziekenhuizen de hoeveelheid patiënten dat met COVID in het ziekenhuis ligt prima aankunnen. Het gaat er puur om een stukje bewustwording. Het is niet slim om corona door te geven aan iemand met een kwetsbare gezondheid, want die kan er ernstig ziek van worden. COVID blijft iets anders dan een gewone verkoudheid. Je kunt er blijvende klachten aan overhouden. Het advies blijft daarom onder meer: Ben je ziek, blijf thuis. En werk thuis als je klachten hebt. Uit de landelijke berichtgeving hebben we inmiddels begrepen. Dat in het najaar weer een vaccinatieronde wordt gehouden voor 60-plussers en mensen die in de doelgroep vallen door andere medische indicaties. Zondag 7 juli is er weer een Oldtimer-festival met oude landbouwwerktuigen, vrachtwagens en tractoren. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Trekker Oldtimer Club Overbos, afgekort OTMV. En Loonbedrijf C-Dame. En dat bedrijf viert op deze dag het 90-jarig bestaan. De entree is gratis en u bent welkom van 10 tot 5 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Oldtimer Festival Terheide. Er was de afgelopen weken weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. Deze week is er een uitzending over de top 100 live maanden. Op zaterdag 7 juni werd er voor de allerlaatste keer. Afgeteld van nummer 100 naar 1. De top 100 Mader Live is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de populairste rock-evenementen van de regio. Om de beurt werd er live gespeeld door zes top rock-coverbands uit de regio West en Midden-Brabant. De tent was weer prachtig, de voorzieningen goed en een goede mix van Brabantse gemoedelijkheid en gastvrijheid. Ook brengen we een reportage van het Power Weekend 2024. Het Power Weekend is het grootste truck- en tractorpooling-evenement van Europa. Al sinds 1993 vindt het evenement plaats in Made. Het Power Weekend was ook dit jaar van 14 tot en met 16 juni weer vol spektakel, gezelligheid en top entertainment voor alle leeftijden. Wilt u nog even nagenieten? Kijk dan naar onze uitzending. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en dat wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie@omroepdrimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand adres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Dremmelen Actueel. Tot dan! Houdoe!